Dat is de moeilijke. Eerst en vooral, tijdens het traject, als ik mijn chemobehandeling kreeg, viel dat al bij al nog mee. Omdat ik ben er zelf enorm van overtuigd, hoe positiever dat je staat in het leven, hoe meer dat je aan kunt. Is dat nu een bepaalde sportdoelstelling? Of is dat een kankerbehandeling doorstaan? Hoe positiever, hoe beter. Dus toen had ik wist, ik heb 12 chemosessies en ik ving de hoen af. Nummer 1, nummer 2 enzovoort. Ah, mijn operatie, afgevinkt. Maar daarnaast, of na mijn kankerbehandeling, had ik het veel moeilijker. Omdat je staat op een of andere manier een stukje dichter bij... God, de dood is misschien ernstig gezegd, maar je staat er dichtbij. Want je ziet ook mensen echt afzien en mensen sterven. Dus je wilt, als je die kankerbehandeling gehad hebt, wil je prioriteiten, of je wil het niet, je doet het gewoon, je wilt je prioriteiten anders leggen. En voor mij gaat het dan vooral om work-life balance. En ik had het heel moeilijk om de juiste balans te vinden. Omdat ik zo ambitieus was in mijn job, je maakt dat mee, dan beseft je, oké, er is niet enkel mijn job, er is ook mijn gezin. En hoe moet ik dat dan gaan balanceren? Daar heb ik het lastig mee gehad en ga ik zelf nog altijd naar de psycholoog voor. Nu is dat veel beter. Ik voel mij ook beter. Ik heb mij een stukje bij neergelegd. En dat kwam ook door, en dat is een ex-voetballer, ook ex-trainer, spijtig genoeg ook gestorven aan kanker. Heeft 5 jaar tegen kanker gevochten, pancreaskanker. Zijn naam is, dat is een Italiaanse naam, Gianluca Vialli. Een heel mooie naam. En die zei, 10% in het leven is wat je overkomt. 90% is wat je ermee doet of hoe je ermee omgaat. En die 10% dat kan alles zijn. Bijvoorbeeld een kankerbehandeling of een kankerdiagnose. Maar de manier hoe je daar tegenover staat, kan heel veel doen. En dat is weer naar dat positieve verhaal. Als je daar toch een bepaalde positieve sfeer rond probeert te creëren of je probeert dat op een of andere manier te plaatsen, dan kun je daar psychologisch wel mee omgaan. En ik heb nog altijd moeilijke momenten. Dat geef ik gerust toe, zowel psychisch als fysiek, omdat ik geopereerd ben geweest. Maar ik heb alles meer een plaats kunnen geven en nu, houd vasthouden, voel ik mij goed.